comeback is hier, jongens. Ik ga tegen jullie het spelletje spelen waarmee ik vorig jaar tweede werd. Stick Fight. Oh. Nacho Gun. Boom, ja, Nacho Gun. De Guns. Ja, Joost, voor deze dat je wint. Word ik zo moe van die gozer. Eén hit. Nog drie. Nog drie wins. Youssef, pak hem. Dit is de ene laatste flip in de hand. Kom er niet bij. Denk aan mijn tweede stick. Van Legends of Gaming. Leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Joost natuurlijk. We zitten hier bij Team Don, jongens. Het is hier wel echt groen. Hallo. Oh, Team Don. Team Don. Kan niet zo ver. De winnaars. Hebben jullie de vorige video niet gezien? Check dan eventjes. Link in de beschrijving, infokaart, alles. Want daar heeft Don mij weten te bemachtigen voor zijn team. Hey jongens, wij moeten nog twee Legends en dan is het alweer klaar met de teamverdeling. Ja, klaar met de pret. Klaar met de pret. En dan is het de live show natuurlijk. En dan de finale, wie met die mooie award naar huis gaat. Denk, waarom zit je zo verstopt? Ja, ik schaam me een beetje. En waarom hebben jullie trouwens niemand op die stoel zitten? Ik wil alle Legends hebben! Evil Jamer. Music en... Je hebt toch geen ruimte meer? Nee, er moeten meer mensen. Ik wil iedereen hier! Maar ik wil nog twee gewoon zitten. Ja, zo, echt. Je moet wel je best doen, Link. Ja, ik dacht, ik begin gewoon... Ja, dit is gewoon een beetje teambonding. Goeie teamcaptains, doen dat. Oké. Klap weer gaan. Zullen we kijken welke nieuwe Legend er door de poort naar binnen komt? Zullen we kijken welke Mystery Legend zich gaat aansluiten bij Team Blauw? Hallo. Weer een korte. Jans, nog weer vier eerste vragen groene stellen. Gozer, heb jij één van de vier vragen? Eén van de vier vragen. Ja, okay, vier vragen stellen en het antwoord mag alleen ja of nee zijn. Oké. Zullen we gewoon kijken of je meer abonnees hebt dan een bepaalde grens. Okay. Kunnen we al een beetje schuiven? Wat zullen we doen? 100, 200? Nou, het is jouw vraag. Dus ja. Mijn vraag. 150. 150? Ja. Dat is wel laag. Heb jij meer dan 150.000 abonnees op YouTube? Oeh. Zo, nou, niet waardig. Laat maar niet waardig. Dan gaan we weer naar huis. Ja. Ja. Oh, hoor je echt die niet staat daar echt met een rot gevoel. Iemand in mijn team heeft een goede vraag. Oké. Zal ik hem stellen? Ja. Okay. Heb jij een goede kaaklijn? Oh, oké. Nou, al zo'n ingevallen kaak. Ja. Dik onderkinnetje. Liefie. Team Geel dan, hè? Iemand van jullie team nog een vraag? Rudy heeft een vraag. Oh, ja, zeker. Is iets met sport of zo? Biceps. Iets met sport. Houd jij van Fortnite? Wat is Fortnite? Is Fortnite? Dat toch ja of nee? Wie is dit? Ik heb nog wel een vraag. Wacht even, we zitten bij Legends of Gaming. Wat is Fortnite? Zeg dan ja of nee, jongen! Wordt weer helemaal... Rustig, Milo, rustig. Emre heeft nog een vraagje. Laatste. Heb jij dezelfde naam als iemand die hier nu in de studio zit? Nee. Dat was wel heel snel meegezet. Dat wist hij. Dat was gewoon direct. Niet over na te denken. Dankjewel voor alle vragen. We hebben helemaal niks aan allemaal. Nee. Laat het maar komen, joh. Doe maar door. Die abonneeloze zak. Ja. Die gaat het zijn. Ja. Die gaat het zijn. Het staat niet. Die man schemering. Die silhouet van de oh. Jawel! Jawel! Johan is dit ook gewoon, hè? Zie je allemaal mooie dames en zo? Ja, toch wel zeker kaken, vind ik hoor. Goeie kaken. Ja, mijn snor hangt er een beetje overheen, is moeilijk. Nou jongens, leuk dat ik er ben hoor. Hey, maar ik heb even een leuk dingetje. Ik ben sinds kort verhuisd. Okay. En ik heb dus een nieuw haasje. Maar die heeft allemaal kamertjes en die zijn nog niet ingericht. Dus ik wil eigenlijk even aan jullie drie vragen of jullie even voor die Photoshoppies, heb ik, klaargezet. Oh. Jullie even voor mij Photoshoppies en dan ga ik even beoordelen wie het beste kamertje maakt. En dan komt Johan in het team. En dat wil je, hè? Want hij. Dat is wat je wil. Dat is een buffel. Ik vind dit een hele vreemde lach ook. Jij kan geen Photoshop. Jij kan ook wel Photoshop. Ik kan op zich wel, maar. Ik heb meegedaan aan Photoshoppers vorig jaar, dus. Dat bedoel ik. Ja, dat is waar. Photoshop is een soort van. Photoshoppen. Gaan we het weer doen tegen jou, hè? Nee, kan ik ook niet. Hij doet alles. Had die dame het even. Ik wil wel jou dat jij. Kan ik even langs je lopen? Dat weet ik. Ik ga
hou er wel van, hè? Link wil wel. Moet je echt van het shoppen? Je moet wel iemand winnen, Link. Kijk, je wil mij in je team, hè? Dat is even het. Dat is de verdict. Je wil mij in je team. We hebben hier geen echte ervaring persoon hier, hè? Maak mijn eigen thumbnails. Dit is goed. Ik vind het behoorlijk lang duren weer. We hebben geen tijd voor ook, hè? Kies iets, kom. Wat moeten we doen? Knoop door. Ik blijf wel van Link. Ik ga het leren, jongen. Ik ga het leren. Dit is echt inderdaad. Ik zie het somber in, maar laat maar gaan dan, hè? Wil ik gaan zitten? Ja, okay. Ja, is zitten. Goed. Kom nou, jongens, laat maar gaan dan. Hey, kijkertjes. Johan hier. Ja, jullie kennen mij natuurlijk niet, maar ik ben Johan, ik ben klusser, hè? Maar vandaag heb ik mijn eigen show. Ik heb even ook een jasje gekregen. Ik moest eigenlijk gaan zitten. Maar ja, ik heb een beetje last van mijn rug, hè. Ik heb een hernia, dus ik mag gaan staan. En vandaag ga ik deze show presenteren. Het is de grote Johan Show. Als je hier even zo, Johan Show. Ja, top. Nou, wat we vandaag gaan doen. Ik heb een nieuw huisje gekocht. En hun hebben allemaal kamertjes voor zich. Mm-hmm. Nou, en die moeten even ingevuld worden, hè, naar Johans smaak. Want iedereen kent Johan natuurlijk. Niemand weet wie ik ben, maakt ook niet uit. Dus ja, jongens, okay. Ik zou zeggen, ja. We gaan er niet te veel tijd aan, aan spenderen. Ik loop lekker rond. Maak er wat van, hè? Gooi even, ja, ik ga niet te veel zeggen, maar wat denk je dat Johan, nou, begin maar. Begin maar. Oh, oké. Okay. Ja, dat duurt allemaal lang. Ja, we hebben daar ook geen tijd voor, hè? Gewoon Google wat mee. Link! Beetje industrieel. Ik kan niet zeggen wat ik heb net gezegd, ik ben een klusser. Joost! Ja? Gooi er zo'n industriële lamp in. Ja, maar ja, oké, maar dan moet je over de keukentje in, toch? Ik moet eerst even akkoord gaan met Google's privacyvoorwaarden. Als je dat even regelt. Chickies en bier. Jongen, chickies en bier. Dat is mooi, hè? Ja, maar we moeten hier zo. Hier zo'n beetje. Hier zo. Ja, naar rechts. Ja, rechts wel, ja, rechts wel een plekje. Ik, Link! Dat is een JPEG, Link. Dit is geen PNG. Dit is geen PNG. We trekken hem wel even recht. Nou, zoals jullie kunnen zien, Joost is een hele inbouw. Maar Johan kookt helemaal niet, hè? Ik heb gewoon. Ja, maar dat moet toch wel geleefd worden, Johan? Ja, maar wat als je die vrouw zo over de vloer hebt? Ja, maar ik heb gewoon een wijf, Joost. Die slaat mij helemaal in elkaar als ik dat doe. Dat gaat geen keuken dan, geen keuken, jongens. Wel, wel keuken? Joost, hey. Je kan hem gewoon leren. Ja, zet er een wijf bij. Ja, oké, dat is een goeie. Dat is een goeie. Wat denk je er zelf van, Jet? Wat een gruwelijk lelijke bank, zeg je. Ik zou mijn honden nog niet op laten liggen. Hè? Dit is echt ongelooflijk. Nee, dat moet je echt niet doen, hoor. Zullen we deze in de garage zetten? Nou, nee, blijf eerst maar even hier. Ja, je gebruikt niet maar wat voor later. Ja, het kamertje moet wel af en dan gaan we eens door naar de volgende. Nee, jongens. Okay. Ik ga even een mooie. Oh, kijk, dit is een lekker bankje. Ja, weet je waar dit bankje me aan doet denken? Heb je vroeger nog wel eens vlodder gekeken? Ja. Maar dit is ook zo'n bankje. Hij mag iets kleiner. Dat is een topbankje, hè? Oh, kut. Ik blijf dit een hele interessante lach vinden, moet ik zeggen. Magnet. Nog even Joost typt in lekker wijf.png. Dat gaat de goede kant op. Ja, dit is top. Dit is wel mooi. Nee, dit is top. Oh ja, kijk nou. Even een mooie vloer. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Dit is toch veel te groot? Ja, dat weet ik, maar ik ben het toch aan het maken voor je, joh. Oh ja, eikenhouten vloertje. Ja. Daar houdt Johan van, hè? Eikenhouten vloertjes. Ik leg ze zelf ook, hè? Ja? Ik weet niet of je thuis nog wat nodig hebt, ik kan zo leggen. Nou. Heb je nog wat nodig thuis? Nou. Hey, Johan is van alle markten thuis, hè? Zo moet je het ook zien. Zo. Zo. Joost? Ja. Dat zijn lekkere mokkels, hé. Ja, oké, daar gaan we voor toch, Johan? Nou, daar kan Johan wel een backflip op doen, hoor. Dat zeg ik jullie heel eerlijk. Dat is goed. Ik weet dat er ook kids kijken. Sorry, kids. Doe even je oren dicht. Nou, even bij Link kijken, want dit is toch wel het meest wanhopige geval van alle drie. Is dit een bar? Ah, Johan drinkt eigenlijk niet meer, hè, want ik moet even van die buik af. Maar goed, ik waardeer het wel. Barretje, leuk. Weg. Nee, maar niet weghalen nou. Hij is er weer. Ja, hij is er weer. Hij komt gewoon. Ja, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben echt even aan het kutten met die vloer. Wat is dit? Ja, dit lijkt op de Fata Morgana van de Efteling. Ik ben even je vloer aan het fixen. Oh ja, ik zie het. Poging tot. Is het ook de bedoeling dat ik mijn nek breek? Nee, zeker niet. Link, nou even rustig, man. Het zijn kinderen in een paal. Ik weet even niet... Ik weet even niet wat er gebeurt allemaal. Maar ik vind het een vreemd verhaal. Laat ook helemaal loopt alleen maar te lachen, hè, die jongen. Niks grappigs aan. Hij moet gewoon zijn best doen. Nou jongens, laten we nog. Dat is toch mooi? Laten we nog even een klein minuutje doen voor de eerste kamer. Helle, want het moet wel een beetje al? Snelheid, hè? Je moet wel een beetje snelheid. D. Oh. Kijk, net zoals mij. Nee! Link heeft zijn hele kamer verwijderd. Maakt niet uit. Weet je, doe me niet moeilijk over. Weet je, Link? Weet je? Nee, doe nou rustig. Ik weet nog hoe die was. Oh, je hebt hem weer. Die gaat mij nooit niet winnen. Nou. Jij hebt gekozen voor pakket, Joost. Nee, dat is laminaatje. Ik vind het gruwelijk lelijk, maar ja, je moet zelf weten. Kijk, ik bemoei me er niet mee. Waarom is het dan weer lelijk, Johan? Nee, ik vind het niet mooi. Wat voor kleur vind je dan mooi? Vind je dit? Ja, dit is eikenhouten vloertjes, hè? Dat vind ik mooi. Okay, dat vind ik Johan mooi. Eikenhouten vloertjes. Oh ja. Nou. Oh ja, postertje.
Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Ik heb thuis in mijn kamer heb ik ook een post-itje hangen. Met allemaal... ja, dat kan ik eigenlijk hier niet zeggen. Maar je kan ervan uitgaan, er zijn allemaal mooie vrouwen die hangen bij mij in de slaapkamer. Ja, mijn vrouw is er niet zo mee eens, hè. Maar ja, die heeft niks te zeggen. Jongen, dus kijk eens wat ik voor jou heb geregeld. Kijk, dit is een mooi deurtje. Dit is nou een mooi deurtje. Oh, jezus. Dit is nou een mooi deurtje. Dat heb ik voor jou geregeld. Dat is een mooi deurtje. Nou, hé. Ja, ik vind het mooi. Hebben we over nagedacht? Dit is mooi, ja, dit is mooi. Ja? Dit Link. Is mooi. Ik ga wel mijn hoofd open, maar het is wel mooi. Maar je hebt een helm op, toch? Ik heb een helm op. Dat heb jij goed gezien, Emre. Ik heb een helm op. Kijk, de meeste mensen die denken altijd, die helm, dat zal wel eens zoveel grappig zijn. Ik zal even een klein voorbeeld geven. Stel, deze kaartjes, die vallen zo op jouw hoofd. Hier, dat doet pijn, hè? Ja, dat doet pijn. Dat doet pijn. Ja. Nou, let op. Ik voel niks. En dat is het verschil. Heel goed. Ik vind die gordijnen. Niemand geeft om gordijnen. Ja, maar hij wil toch niet bespiekt worden? Nee, ik wil niet bespiekt worden, hè, want ik loop altijd naakt door het huis. Oh, ja, dat kijk, is dat dacht ik al. Ik snap dat jij dat wil zien, maar ik moet wel veel gordijntjes hebben natuurlijk, want anders gaat het helemaal fout. Oh ja, dit zijn mooie gordijntjes. Mooie gordijnen ook. Ze hangen een beetje scheef ook. Ja, een beetje... Ik vind het redelijk treurig. Maakt niet uit. Jongens, we zijn nog steeds bij de Jongens Spelshow. Ik denk dat het tijd wordt voor het volgende kamertje. Jongens, ga allemaal maar naar de garage. De tijd is om. Sla hem even op. Shit. Okay, allemaal naar de garage. Kut. Ik zit nog in mijn bank. Word ook moe van mijn eigen stem, hebben jullie dat ook? Ik heb dat heel erg. Ja, daar ben je. Dat is mijn garage. En mijn Bentley die heb ik er even uitgereden. Daar hebben jullie meer ruimte. Ja, zo moet je het ook zien. Ja, en mijn Lambo die staat nog bij de garage. Dan moet ik ook binnenkort even opbouwen. Gaan we al beginnen? Ja hoor, begin maar. Oké. Dat gaat er in. Hij ging al in. In de garage? Ja. Oké. Editor, kan ik hier even... Ik gebruik altijd van die bouwlijm. Van die speciale bouwlijm. Kan ik dat hier even krijgen? Ja. Nee, ander merk. Ja, dit is top. Oh, wat doe jij nou? Jij de... Ik haal even alles weg hier. Maar ik ben ook altijd weghalen hier. Ja, waar ga je die... Je denkt, je hebt geen grasmaaier. Wat is dit nou? Je hebt geen grasmaaier nodig. Scam! Dit gaat goed, hier. Jazeker. Het lijkt net alsof je een schimmelinfectie in je garage hebt gehad. Maar niet nee, uit. Nee, dit is jouw garage. Dat is mijn garage. Oh ja, dat is mijn garage. Waar is mijn... Waar is mijn grasmaaier heen, Joost? Ja, die heb ik even weggetoverd. Heb je die nodig? Heb je grasmaaier nodig? Nou, ik weet niet... Ja, je bent toch zo... je hebt zoveel geld, joh. Je laat mensen gewoon voor je grasmaaier. Ja. Denk je dat ik met mijn mond doe of zo? Ik ben toch geen koe? Nee, joh, je hebt gewoon mensen in dienst, toch? Heb ik mensen in dienst? Ja, nou, joh, weet mensen, je, kom jij het grasmaaier dan van mij? Ja, best, joh. Dan moet je me wel laten winnen. Zet jij een jacuzzi in je garage? Uiteraard. Heb jij ook een jacuzzi in je garage? Tuurlijk. Ik heb alleen een balkon, hè? Ja, ik ben gewoon eerlijk. Ik zit nog steeds in de WW, ik moet er wel uit. Zoals jullie dat filmpje allemaal even twee keer kijken. Met copyright. Hou je van copyright? Nee, zou ik niet doen. Ah, kom op, voor mij. Nee. Dat ligt mij. Nou, doe maar. Yes. Ja, maar ik heb ook geen zin in, hè. Het is hetzelfde als ik bij mijn kleinzoon ga oppassen. Dat zijn ook van die Linky-types allemaal. Ah, Johan, dit, kijk, ik heb een nieuwe Nintendo Switch-ding. Laat schelen, joh. Wat vind je mooi, Johan? Zoiets? Is dit wel leuk? Vind je dit mooi? Kijk, ik hou al overal van, nee, jongens. Nee, ik doe de... Oma Johan doet het niet moeilijk. Waar word jij warm van? Hier, dit is wel mooi, toch? Ja, dit is top. Ja, dat is top, vind ik ook. Dit is top. Gaan we dit doen. Hoe zou ze heten? Anoushka? Anoushka is van wel een maatje. Kijk eens even. Oh, jezus. Oef. In het zwembad, hè? Ja, dit vind ik top. Ja? Dit is top. Gaan we doen. Show! Show! Yes. Dat heb jij goed gedaan. Ja. Kijk nou. Ja. Het is niet Grand Theft Auto. Wat moet meer? Wat is dat daaronder? Is dat geld? Nee, ja. Ik heb gauw vloer. Nee, de garage begint er wel goed uit te zien. Het is ook leuk om te zien dat iedereen een beetje zijn eigen ding doet in die garage. Hey, ja, sorry man. Even gedragen. Nou, Johan Spelshow nog steeds. Wat vind jij mooie kleuren, Johan? Wat ik een mooie kleur. Weet je, Joost? Uits. Doe maar even. Ja, dit is wel een mooi dingetje. Ja, wel hè. Maar jullie doen eigenlijk wel allemaal hetzelfde. Godver, jongens, hebben we nog even tijd voor een moppie? Zullen we er nog even een doen? Tuurlijk. Juist. Even een wijze levensles. Sla nooit een man met een bril. Met je vuist sla je veel harder. Thanks, Johan. Hij kwam niet echt. Maakt niet uit. Hey, ik heb ze zelf niet bedacht, dus als ze niet aankomen, maakt niet uit. Dit gaat niet goed. Hoeveel? Haal dit maar weg. Ja, dat ben ik al een beetje. Waarom heeft niemand een PNG van een schommel op Google? Ik wil weer geen schommel. Ik ben toch veel te dik voor een schommel? Zie je, Link, ik ben niet op een schommel. Ik wilde een grote schommel. Nee, hou nou op. Jij moet kappen met lachen nou de hele tijd. Ik weet het, ik heb het. Op elkaar, zet ze op elkaar. Maar ik ken het om maar één tegelijk rijden hier. Wat? En ik heb liever gewoon een Renault Megane, maar maakt niet uit. Oké. Ja, dit is top. Ja, dit is, ja, dit is echt top, hè? Maar die heb ik zelf ook, hè? Ja, dat gaan we doen. Ja, doe er even een logootje op. Doe er een snor op, dan scoor je echt punten. Oh, oké. Dat is mijn trademark, hè, die snor. Ik weet niet of de kijkers je thuis kunnen zien. Kijk, zoom even in op die snor. Dat is hem, hè? Ja. Echt goed, hoor. Oh ja, dit is top. Biertjes, zo'n citycar. Kijk, hij rijdt ook gewoon, hè? Ja, citycar, twee lekkere wijven. Zootje Heineken. Twee? Drie? Ja, doe er nog maar eentje in die auto ook. Zo. Ik ben wel tevreden. Ik vind het wel... kijk, aan het einde van de dag, je gaat er toch met een soort van open blik in.
Je denkt, laten we kijken wat die jongens ervan maken, maar ze doen goed hun best. Behalve Jer, daar klopt helemaal geen autofluit van. Hoezo niet? Ik weet niet wat dit allemaal is. Je houdt van die Renault, toch? Oh ja, je hebt wel een Renault Megane, dat is top. Ik dacht dan deze voor het weekend en die ander voor de week. Nee, die is top. Voor de chickies in het weekend. Ja, precies. Ja, denk het niet, Job. Ja, ik dacht, ja, ik kreeg niet eens de kans om... Nee, jongen, ik zei high five, doe hem laag, weet je. Ik bedoel, Jer, focus nou. Ja, jongens, we gaan naar de volgende kamer. Leuk. Hup, dat is mijn tuin, hè. Kijk nou. Oh. Hup, naar de volgende kamer. Tuin. Ja, die poster is goed. Hup, naar de volgende kamer. Nee, wat anders kan stappen. Een hond. Je hebt een hond. Ik heb een hond, hè. Okay. Een hond, hè. Hoe denk je dat hij heet? Moet hij weg? Vicky. Ga je mijn hond weghalen? Ja, als je het wil. Ga je mijn hond weghalen nou? Hij is weg. Hij is weg. Hij is dood. Hij mijn hond weghaalt. Hij is dood. Hij mijn hond weghaalt. Hij is nou. Weer. Nou, dit wordt een hele makkelijke keuze. Jij dadelijk. Ga maar op. Kijk, dit is top. En nou, zwembadje. Ja. Maar je weet wat er naast het zwembadje moet, hè? Mooi vrouw. Gaan we hier zeker. Joost, ik hoef jou niks uit te leggen. Hè? Jij snapt het wel, hè? Ik vind het in ieder geval leuk dat ze bij kamer 3 echt doorhebben hoe Johan in elkaar zit. En dat ik overal een mooie vrouw wil. Maar jullie moeten het niet tegen mijn vrouw zeggen, want dan krijg ik een week niks te eten. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dat is een leuk paard. Zie je dat te verklappen, man. Vertel letterlijk wat hij doet aan de tegenstander. Wat maakt dat nou uit? Ja, dat maakt toch heel veel uit? Dan zijn dat nee, want als ze hun hem nadoen, dan zijn ze niet meer origineel, Milanus Knollers. Met je beide handen waffel. Alsof jij dit onthoudt. Ik kijk nog de hele tijd, of niet? Oké, oké. Okay, okay. Wie is nou de velshow-presentator? Hij of ik? Ja, ik dacht dat ik het was. Oh god, je hebt te veel lol, jongen. Ja. Dit is goud. Oh, die ogen, die eet alles. Hij is er ook. Ja. Zo. Hij is er ook, ja. Nee, ik weet het al. Wacht. Waar die hond stond. Die, een van deze, die moet ik hebben. Die? Ja, die kan echt niet. Dan word je gedemonetized. Doe die maar. Deze kan ook al. Ja, die doe ook maar. Maar dit is geen echte vrouw, dit is creepy. Dit is gewoon een pop, kijk nou. Echte vrouw. Ja, maar dit is een pop, Jer. Dit vind ik raar. Dit is wel echt heel goed. Hey, Johan moet eigenlijk serieus blijven, maar dit is echt heel grappig. Joost, dit gaat lekker, man. Joost, dit gaat top, hè? Kijk, dit is toch mooi, man? Overal vrouwen, hè? Oh, ja. Joost, pas op dat er niet te veel vrouwen worden. Nee, nee, alleen maar. Heel goed vind ik dit. Jezus, wat vind ik dit, hè? Dit is echt heel goed, hoor, Link. Jee, ik ben een vrouw, hè? Ik denk dat ik even een paar minuutjes voor mezelf nodig heb, want dit is heel goed, hè? Ja, weet ik. Nou, dit is heel goed. Krijg je die erbij geleverd ook? Uiteraard. Dat is top. Ik moet dit trouwens doen. Ja, dat is top. We zijn nog steeds bij de Johan Spelshow. Ja, jullie kijken al een tijdje, maar we zijn er nog steeds. Jongens, we gaan hem dadelijk even afronden, hè? Want laten we nog een paar kleine aanpassingjes en dan is het alweer ten einde. En dan ga ik even bepalen wie er het beste is vandaag. Ik word ook helemaal een soort van spelshow. Ik ga ook de hele tijd dit doen met mijn handen en zo. Dit is top, hè, Jer? Dit is top, hè? Ja, vind je? Ja, dit is een Walhalla, hè? Dit is een harem, noemen ze dit. Ja, het ziet er mooi uit. En die surfplankjes ook, kunnen ze geen raad, meestal alleen maar gras. Nou, ze kunnen hem in het gras steken, steken ze hem in de fik, heb je fakkel. Ja, zo moet je het ook zien. Dat is toch mooi? Ja, toch? Ja. Nou jongens, we gaan hem afronden. Ja, prima. Joost? Ja, gaan doen. Link, afronden, handjes, ja. Van de, handjes van de ding. Ik handjes van de toetsenbord. Oh, fuck. Nee, maakt niet uit. Ik wil die nog zo graag bij doen. Goed, nou, open even het... open even het eerste kamertje, jongens. En dan nu het moment in Johan's spelshow, waarin Johan alle kamers even snel gaat beoordelen. En dan aan het einde, dan maak ik een keuze bij wie ik in het team ga. En die wint natuurlijk heel log, want dat is vanzelfsprekend. Laten we even aan de linkerkant beginnen bij Linky. Hey. Bij de huiskamer. Kunnen jullie ook kijken? Ja, jullie mogen ook kijken. Kom gezellig bij. Dan ben je gelijk een conferentie gedaan. Zo, Link. Nou. Mooi berenkleedje. Ja, dat zie je meteen. Ja. Dan mag ik weer presenteren? Ja, presenteren. Zo lekker zo'n berenkleedje, lekker voor de voetjes, weet je al. Ik heb zo echt zo'n goede bank genomen van Flodder, want ik weet dat hij zo erg van Flodder houdt. Flodder, is leuk. Heel mooi. Je hebt zo'n mooi postje, nou, gewoon een mooi lampje, want ja, je zag dat er geen lampje aan hing. Ja. Ik dacht gewoon een lampje. Ja. En je hebt lekker een barretje waar je lekker aan kan staan, want ja, ik weet dat je niet zit houdt. Dan heb ik een stoeltje bij gedaan. Voor je hernia natuurlijk. Ja, dat is en af en toe vind je het fijn om lekker naakt te lopen. Dus ook van die gordijntjes opgehangen. Rechte gordijnen, wat is er gebeurd? Zit hier aan de opzoek. Zijn doorzichtige gedijtjes. Ik weet het niet. Nou, jongens, we gaan naar de volgende woonkamer van toevallig. Joost. Dit is mijn woonkamer. Dit is het best gedaan. Ik heb hier natuurlijk een keukentje, maar jij zei al, je houdt niet van koken, dus ik heb voor jou een hele mooie chef erbij gezet. Dat vind ik echt en je top, zei al, je houdt van stokbrood, dus nou hier, zij is lekker een stokbroodje aan het maken. Dat is top. Twee supermooie industriële lampjes natuurlijk aan het dak. Oh, die heb je bij wie die gekocht dan? Die bij de karwei. Ah, oh, dat is top. Ja, ja. Dat is top. Lekker bank hier al, een mooi eikenhouten vloertje, daar hou ik van zeker. Ja, dit is hem. Want het gezegde luidt, er is niks lekkerder dan... Een eikenhouten vloer.
Heel goed. Ja, juist. Dus eigenlijk is het wakker worden en dan... Maar goed, maar niet uit. Oké, nou laten we maar even naar die van jij gaan kijken dan. Nou, welkom in mijn woonkamer. Dit is heel treurig, ik hoorde dat je... Ja, ik heb veel tijd besteed aan het uiterlijk. Er staat alleen een bank. Dat is dezelfde bank. Ja, maar ik heb... Het uiterlijk ben ik veel mee bezig geweest. Zie je de deur? Zie je de deur? Ja, het is een mooi deurtje. Maar ja, dan kom je door dat mooie deurtje binnen. Staat alleen een fucking bank. En, jongens, het gezegde luidt... Er is niets beter dan... Eikenhouten vloer. Ja, maar wat ga ik daarmee doen? Dan staat alleen een bank. Nee, maar kijk, weet je, die keuken die staat allemaal... Rustig nou. Ja, maar dat was niet... Die moest het allemaal laten zien. En dit krijg je bij de koop, hè? Maar dit krijg je erbij. Goed, ja. Hierna kan je zelf... Nou, ik vind dat je het mooi gebeurt, maar dit slaat natuurlijk nergens op. Maar goed, laten we naar de volgende kamer gaan, jongens. De garage. Of wat was het? Ja, de garage. Onze garage. Ik heb een garage. Met de zon! Nee, maar dit, jongens, ik wil even een klein momentje. Dit is top, hè? Plaatjes gevonden. Hey. Ik heb natuurlijk drie mooie vrouwen erbij. Eentje daarvan is een mooie motor. Kijk die motor er ook bij? Die houdt ze gewoon eventjes warm voor je. Als jij van de motor wil, kan dat gewoon. Dat is ook top, helemaal prima. Je hebt een mooie 45 km/u autootje. Daar hou je van. Ja, dus die heb ik voor je neergezet. Ja, maar dat is lekker makkelijk in de stad. Kan niet makkelijk overal doorheen. Heeft zo'n mooie kalender. Zo'n scheurkalender. Elke maand weer een nieuwe beep. Altijd hartstikke fijn. Ik hou van beeps, hè? En natuurlijk een achtergrond. Niet copyrighted. Gereedschap aan de muur. Hey, ik vind het wel mooi dat je gereedschap ook over de grasmaaier heen gaat. Gereedschap is het allerbelangrijkste. In de schuur, bro. Dat is het allerbelangrijkste. Dat heb jij heel goed gedaan. Alles heb je daar, hè? En natuurlijk je treetjes bier. En mijn treetjes bier. Kijk, dit is nou een goede garage, jongens. Thuis. Ik weet, sommige mensen, als je een meisje bent of zo, of je bent een jonge kid, dan maakt dat niet zo. Maar voor Johan is dit top. Even een applausje voor Link, hoor, dames en heren. Ja. Nou, laat me zo'n reactie, Johan. Ga even naar mijn garage toe. Oh, je moet huilen. Oh, ja, dit is mijn garage. Je hebt lekker een jacuzzi in je garage hebben, want je hebt ruimte genoeg, zeg maar. Ja. Ziet die vrouw zit er al in, weet je wel. Die houdt hem even lekker voor je. Ja. Want je hebt hier natuurlijk je mooie toolbar, weet je wel. Ja, maar ik zie alleen geen tools. Jawel, dank hier een hamertje. Ik zie een beetje administratie. Maar dat moet gebeuren, want je hebt je eigen BV. Ja, maar Johan BV, maar Johan heeft toch veel meer nodig dan alleen dit. Ja, je hebt hier toch een hamertje en hier zit een schroevendraaier. Wat ga je doen met alleen een hamertje dan? In die lade zit alles wat je wilt. Maar daar zit alles in. Maar dat had je eigenlijk even erbij moeten zitten. Die administratie is belangrijk, want je hebt je eigen BV, je eigen BV-bussie. Je kan gewoon overal heel Nederland. Maar ik weet niet hoe computer werkt, Joost. Oké, en wat die bus dan? Ja, dat is jouw bus. Ja, maar vertel even wat over die bus. Hoeveel horsepower? Hoeveel pk? Deze heeft, dat zie je zo meteen ook in de tuin zien. Deze heeft 2 pk. Nee, deze gaat hartstikke hard, joh. Je kan hier van afspraak naar afspraak, je kan overal klussen. Hij wil nog steeds zeggen hoeveel pk. Ja, hoeveel pk? 2, dat zeg ik dus. 2 pk is niet zo veel. Dat zul je zo meteen in de tuin zien. 2 pk. Goed, nou dat is je bus. Heb je de snor gezien? De snor, hè, die was eerst dus zwart, heb ik even bruin voor je gemaakt. Oh, dat is wel goed, dat is wel mooi. Dat is ook voor de snor die ik heb. Zo, dat is heel veel moeite. Ja. Die bandjes die zijn wel een beetje afgewerkt, hoor. Zwart, nou is hij groen. Had je er niet van die Fliva Tevelura bandjes onder kunnen zetten? Had gekund, maar ja, we hadden niet zoveel tijd. Dit is hem voor je. Ik zou het ook lekker op de tijd schuiven, natuurlijk. Absoluut. Ik kan ook lui zijn. Lieve lui dan. Nou, laten we even naar Jess' garage gaan. Nee, goed gedaan, Joost. Lekker, Joost. Nou, dit is mijn garage. Zo, vertel even wat dan. Nou kijk, luister. Je hebt hier gewoon je door de weekse auto en een weekendauto. En er ligt allemaal geld. Ja, nou weet je, je hebt zoveel verdiend. Maar nu denk je nu. Zoveel geld ligt er in de garage. Ja. Je moet het ergens opslaan, dus dan maar bij je Lambo natuurlijk. Maar jij gaat er dus vanuit dat Johan een beetje materialistisch is? Nee, zeker niet. Daarom heb je toch gewoon ook... Je bent lekker gewoon gebleven, joh. Kijk naar dat water. Dat is een Lambo, man. Maar waar is mijn gereedschap dan? En waar zijn mijn chickies? Ja, maar die kamer kregen we niet. Die mogen we niet photoshoppen. Hij heeft ook chickies in de garage. Waarom heb jij geen chickies in de garage dan? Nou, dat zie je zo wel. Die staan, maar hoezo? Die ga je toch niet in de garage wegstoppen? Oké, nou, goed gedaan in ieder geval. Ik heb een vrouw met team. Ik ben niet vrouwvriendelijk, hè? We gaan ze niet in de garage proppen, joh. Ik zou willen dat Link een keer stopt met in mijn oor tetteren. Dat zou echt top zijn. Dat zou echt top zijn. Maar maakt niet uit. Tuteren. Link, we gaan weer even terug naar jouw laatste kamer. Ja. Hou je het nog vol of niet? Ja, het lukt wel. Jongen. Ik heb mijn ex-vriendin minder zin halen dan dit. Nu komt hij, jongens. De klap op de vuurpijl. Mijn tuin. Ja, dit is top. Dat is Geraldine. Hey, wat een mooie jacuzzi heb jij. Ik denk bij mezelf, hè, als je in een jacuzzi zit, waarom ga je in een jacuzzi zitten in je garage? Beetje raar. Dat is raar. Dus ik zit hem lekker in de tuin. Lekker weer is. Kan lekker in de jacuzzi lekker afkoelen. Want Joost had zijn jacuzzi in de garage. Als dat lekker weer is, staat het ding in de garage. Daar heb Link wel gewonnen, moet ik zeggen. Alvast. En ik heb natuurlijk ook je lievelingshond. Wat was het ook weer? Rottweiler. Rottweiler.
En je haalt natuurlijk de krant voor je, netjes. Ja, dus, ik kan niet lezen, maar... Hij houdt wel de krant. Ja, hij houdt dus wil jij ook niet betalen? Maar kijk die plaatjes en zo, dat is wel leuk. Die staan er. Ja. En ook een paar van die plaatjes staan tussen. Maar ze komen ook gewoon met deze mooie dames er gewoon bij. Die heb jij gewoon in je tuin. Kim Feest en Geraldine Kimber. Ik weet niet of ze dit kijken, maar jullie kunnen mij bellen. Ja, dit is wel... Dit vind ik echt top. Die staan ja, maar tuin. Dit is top. En natuurlijk... Die krijg ik erbij in dit outfitje ook. Uiteraard. En... Natuurlijk het hondenhuisje van ja, daar kan Lucky af en toe even slapen. Zeker waar. Dat is ook belangrijk, hè? Maar wat gaat er in dat beest? Moet dat gewoon whiskas? Of wat gaat erin? Gewoon brokkies. Een brokkie. Nou, dat is top. Nou, dat heb ik nog wel. Nou, ik vind het een geslaagd tijdje zo. Vooral Geraldine Kemper zo. Ja, gelukkig. Ja, ondanks alles, hè. Nou, ik ben benieuwd wat Joost nog wel gaat. De reden dat natuurlijk de jacuzzi in de garage staat... Ja, ik zou het ook even ...is omdat jij natuurlijk een enorm zwembad in je tuin hebt. Zo. En je hebt de horses in the back. Yard. Zo. Twee pk's. Twee pk's. Je hebt de horses in the back. Yard. Twee pk natuurlijk met ruiter en al. Vrouwen, mooie dames overal. Ja. En hier is je gasmaaier. Ik heb hem gelijk even geüpgraded voor je. En echte John Deere gasmaaier. Weet je wel. John Deere. Ja, ja, zeker. Dat zijn mooie mooi merk. Je hebt hier natuurlijk de tweelingen staan hier al lekker aan het zwemmen. Oh ja, voor ze je. Zijn wel identiek. Zeker. Identieke tweeling. Oké. Okay. Lekker. Nou, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind, die paarden. Nou goed, we gaan door naar de laatste. Yes for last. Yeah. Klap op de vuurpijl, jongens. Deze is goed, hoor. Kom er even bij. Deze is goed. Dan gaan we. De laatste. Kom er even bij. De tuin van Johan. De tuin. Want al die vrouwen die zaten niet in die andere, want natuurlijk zijn ze hier. Is dit nou? Is dit Johan? Maar dat is Johan Derksen. Dat ben ik helemaal niet. Ja, maar dat weet ik. Ja, maar dan ben ik met al die chickies in mijn tuin. Dan Johan Derksen. Maar je kijkt toch wel... Dus dan ben je ik kent met, hem, toch? Dan ben ik met 10 chickies en dan staat Johan Derksen over het muurtje te groeien. Nou ja. Je hebt ook heel veel tweelingen hier. Ja, twee eierlingen. Vier eieren. Maar ik vind die chickies er ook allemaal een beetje net uitzien. Nou, zijn er poppen, Jer? Nee joh, kijk dan. Kijk, Johan zit toch ook... Kijk. En zij heeft het door. Zie je, zij heeft het door. Oh ja. Nou ja, kijk, weet je, ik vind het gewoon niet dat we die vrouwtjes in die kleine hokjes moeten proppen, weet je. Gewoon lekker tuintje, ja, mooi weer. Weet je, laat het graas ook eens ook. Nee. Dus als je dan, zeg maar, vrouwen zoekt, dan weet je waar je heen moet. Ja, naar de tuin. Maar wat als het winter wordt? Nou, dan hou je ze naar binnen. Dan moet je ze naar binnen halen. Dan heb je wel die garage. Maar ik heb maar één bank binnen staan. dan kijk ik ze toch niet kwijt binnen. Dan moet je op mijn eigen oude vloer gaan liggen. Ik heb wel... Nee, dit ging niet op, jij. Je kan ze in die Lando laten slapen. Ja. Nou, kom maar even naast mij staan. Dan ga ik even vertellen wie er gewonnen heeft. Nou, Johan, even in het midden. Kom maar even bij, jongens. Nou, ik denk dat we de cake hebben. Nou, lang beraad. En een enorm gevecht tussen, in dit geval, Joost, Link en Jer. Is mijn keuze. Jij moet echt even stoppen met janken nou. Ik word er helemaal moe van. Nou, lang nagedacht, maar de winnaar en dus degene die Johan in het team heeft gewonnen, is geworden Linky Tijger. Ja! Hey, Linky! Jongens, goed gedaan. De man met nul Photoshop ervaring heeft een Photoshop aflevering, dames en heren. Hoe is het mogelijk? Je moet altijd huilen als je twijfelt. Of emotioneel worden. Emotioneel, ken stemmen ze voor je. Ja, ik durf het ook geen nee te zeggen. Het is Rick, hij had nog geel aan. Koop van zijn merch. Nou, bedankt allemaal voor het kijken naar de grote Johan Show van Legends of Gaming. Ik zit in Team Link. Wil je nog wat zeggen, Veer ervan? Bedankt voor het kijken en laat het even weten in de reacties wie de volgende Mystery Lights is geworden. De laatste die erbij komt. Oeh, de laatste. Wie gaat er winnen? Er staan er drie. Wie gaat de laatste binnenhalen? Let's go. Tot de volgende. Doei. Doei, doei. Doei. We'll be right back.